Goedenavond, gemeente en allen die nu of later deze uitzending meebeleven. Op 18 maart begonnen we met het houden van de bezinningsmomenten op woensdag. Vanavond is alweer de zesde keer. We menen dat met deze momenten een welkome en gewaardeerde bijdrage te vormen voor u als gemeente en daarbuiten. Een extra moment van concentratie op Gods woord. Een extra ontmoeting met elkaar in het gebed met God. Zo dragen wij bij, denken we, aan het in geloof omgaan met de ontstaande crisis. De hevige bedreigingen van het coronavirus zijn er nog steeds. Per 21 april vermeldde het RIVM alleen al in Nederland ruim 3900 overledenen. En inmiddels hoorde ik vandaag dat dat over de 4000 zit in Nederland. En daarnaast 34.000 positief getesten. In werkelijkheid ligt dat hoger. En nog eens 10.000 aan ziekenhuisopnames. De werkelijke getallen liggen hoger. Personen, medemensen, levens, dierbaren. Het zijn wel indrukwekkende getallen, maar er gaan werelden van rouw en spanningen achter die getallen schuil. Daarnaast brengen de door de regering opgelegde maatregelen ook veel met zich mee. Dat gaat onze gemeente niet voorbij. Laten we er zijn voor elkaar, zoals ons ook voorgehouden wordt door God zelf. Heel concreet en iedere dag. Het is te verwachten dat verruiming van de regels voor kerkelijke bijeenkomsten geen prioriteit hebben bij de overheid. Feitelijk wordt er al veel toegestaan. We moeten voorlopig, wellicht nog maanden, uitgaan van deze situatie. En daarom denken we tegelijkertijd na over nieuwe en veilige mogelijkheden voor invulling van bijeenkomsten in het kerkgebouw. Als kerkraad zullen we daarover binnenkort verder bezinnen en besluiten. Ondertussen mogen we erg dankbaar zijn voor de middelen die we hebben, voor woordverkondiging en onderling contact. Ook voor alle initiatieven die er zijn in het omzien naar elkaar. Dat moeten we vooral vasthouden, naar de toekomst toe. Opnieuw viel in de toespraken van Rutte en Van Dissel op dat gedrag nauw gerelateerd wordt aan de gevolgen van dat gedrag. Zowel in positieve als in negatieve zin. Het is goed om op een bezinningsavond als nu daar ook bij stil te staan. Dood en ziekte deden hun intrede in het menselijk bestaan als gevolg van overtredingen. Deze repeterende breuk met God zet zich tot op heden voort. God verbindt nog steeds gevolg aan ons gedrag. Die oudtestamentische lijnen, zoals we die op deze avonden horen, zetten zich in het Nieuwe Testament ook voort. God verandert niet, maar voorziet genadevol wel in oplossingen daar waar wij in de crisis raken. Er is ook een opvallende parallel waar te nemen tussen de in de Bijbel beschreven situaties van onreinheid en besmetting en die in onze huidige tijd. Ook de omgang ermee vertoont overeenkomsten. Quarantaine blijkt van alle tijden te zijn. We zullen er straks meer over horen. Het zich houden aan de onderwijzingen, de Torah en de instructies van God was en is tot zijn eer, maar ook in ons belang. God belooft zijn zegen aan hen die zijn verbond houden en zijn getuigenissen in acht nemen. Psalm 103. Maar wij weten ook uit de Bijbel en uit ervaring dat we het als mensen niet redden om te leven zoals goed voor ons is. De gevolgen daarvan zijn voorzegd. Tegen het virus van de zonde, met als gevolg de scheiding van God, is echter wel een antivirus voorhanden. Onze Heer Jezus Christus wordt ons uit genade aangeboden en we worden vriendelijk genodigd en getrokken onder het lezen en beluisteren van zijn woorden en door de omstandigheden. Laten we dus vol goede moed ook over deze spannende tijd heen zien. Er is een beter lot bereid voor allen die mogen schuilen achter de smetteloosheid en de reinheid van deze verlosser. De heilzon is aan het dagen. Dat geeft werkelijk perspectief tegen alle omstandigheden in. Ik geef nu het woord aan onze dominee.
Goedenavond allemaal. Ik verheug me er altijd weer op dat er een publiek is dat meeluistert, meeleest en meekijkt. Het is mooi dat we zo door die onbekende gedeelte van het woord van God mogen gaan. Al luisterend en lerend wat het betekent voor ons nu. Leviticus. Wij gaan eerst zingen, Psalm 51, 1 en 4. Ook in verband met het onderwerp van vanavond, dat gaat over melaatsheid. Psalm 51, 1 en 4. Thank you.
Zullen we een zegen vragen over dit bezinningsuur? Laten we samen bidden. Getrouwe Heere in de hemel, o God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis. Ook in elke generatie waren er van die tegenslagen, teleurstellingen, rampen, extreme dingen. Maar u was er ook. En daarom is ons gebed, Heere, wees ook ons tot gids in storm en nacht en eeuwig ons te huis. Wij willen u zo danken dat wij het woord van u hebben. Dat woord is betrouwbaar. Als we de nieuws een beetje volgen, de dagelijkse berichten over het virus, de versoepeling, de mensen, de slachtoffers, de zieken. Heren, dan valt het ons op dat de experts en de professoren en de onderzoekers en de wetenschappers, ze zeggen vaak meer wat ze niet weten dan wat ze wel weten. De meest geleerde mensen, ze worden vaak geïnterviewd, maar ze weten het meer niet dan wel. En dan is het voor ons zo troost, Heren, dat u het wel weet. Dat u de alwetende en almachtige God bent. Die nooit wordt overvallen door de dingen die gebeuren. Maar het gaat naar uw raad, uw wil, uw plan. Heren, wat is het een rijke zegen als ook wij persoonlijk op dat plaatsje terecht mogen komen. Dat we tegen u zeggen, en nou weet ik niet meer hoe ik zalig moet worden. En nou weet ik niet meer hoe het met me verder moet. Die plek van het niet weten. Dan is er bij u raad, bij u alleen. Als we het allemaal zelf nog weten en kunnen en kennen en uitstippelen en plannen, hebben we u eigenlijk helemaal niet nodig. Dan hebben we eigenlijk alleen maar nodig een zegen van u op onze plannen. Maar als we het niet meer weten, dan kunt u zoveel aan ons kwijt. Wij willen u om bidden, Heren. Geef ons die nederige en afhankelijke houding. Zoals een kind, als een spons de dingen opzuigt die het hoort. Dat we zo mogen luisteren naar uw stem, hongerig, dorstig. En dat we ook vanavond zullen zoeken naar de zin en mening van uw geest. In dit onbekende gedeelte uit uw woord, wat u niet voor niets hebt laten optekenen. Geef ons licht en verstand in Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan vanavond met elkaar overdenken Leviticus 12, 13, 14 en 15. Ik ga eerst een stukje lezen uit Leviticus 12, vers 1 tot en met 4. Dat gaat over de wetten voor de reiniging van kraamvrouwen. Heb u daar al eens een preek over gehoord over Leviticus 12? Dat zal vast wel niet. Misschien dat een dominee dat ooit eens gelezen heeft op kraambezoek, maar goed. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is zij 7 dagen onrein. Zij is dan even onrein als tijdens de dagen van afzondering als zij ongesteld is. En op de 8e dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Vervolgens moet zij 33 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Niets wat heilig is mag zij aanraken en zij mag niet naar het heiligdom komen totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn. Tot zover. Eerst maar eens even over de indeling. Melaatse worden gereinigd, dat is het thema van vanavond. In Leviticus 13 gaat het over melaatsheid, dat is een heel lang hoofdstuk. En in Leviticus 14 gaat het over de reiniging van de melaatsheid. Let op het woord, niet genezing van de melaatse, maar reiniging van de melaatse. En dan in hoofdstuk 15 gaat het over de wetten in geval van onreinheid bij de man en bij de vrouw. Het zijn eigenlijk twee Torah-stukken van de grote taart die wij erover denken. 54 stukken, maar er zijn 52 zondagen in een kerk in een jaar. He, dus als ze elke zaterdag in de synagoge 1 stuk lezen, dan zijn er 52 stukken. Maar ze zijn er 54. Dus soms nemen ze 2 stukjes in 1 week. En dat is deze week ook zo. Parasha Tazria, dat is Leviticus 12 en 13. En Parasha Metzora, dat is Leviticus 13, 14 en 15. Dus we pakken er nu vanavond 2 in 1. Ja, Leviticus, misschien zegt u wel, hoe komt die dominee aan al die informatie? Waar haalt hij dat vandaan? Nou ja, dat verzin ik natuurlijk ook niet allemaal zelf. Dat is studie achter, dat begrijpt u en dat is ook een lust voor mij. Ik geef u een paar tips.
Ik geloof, nou kijk ik even naar de voorzitter, volgens mij heeft dominee Weststraat in Schravenpolder gezaal van de Griffemiddag gemeente, klopt hè? Ja, en ik weet, ik heb het zelf niet, maar ik weet dat dominee Weststraat dat hij een boek heeft nagelaten en dat is een verklaring van Leviticus. Dus wie het heeft, die mag mij mailen. Ik weet ook dat er een prachtig mooi boek is, die heb ik wel staan in mijn boekenkast, van Andrew Bonar. Dat is een vriend van McChain geweest en van Spurgeon. En die heeft ook een prachtig commentaar, dat is wel in het Engels, over Leviticus geschreven. En daar legt hij ook prachtige lijnen uit van naar het Nieuw Testament en naar de Heer Jezus toe. Dus dat is onder andere een bron van mij. Waar gaat het over? Ik heb al gezegd, het gaat over deze hoofdstukken. Heel onbekend en toch ook weer niet helemaal. Leviticus 12 is het kortste hoofdstuk uit de hele Torah, uit alle 5 boeken van Mozes. Het heeft maar 8 versen, de wetten voor de reiniging van kraamvrouwen. Ik zeg, ja, waarom moet dat nou in de Bijbel staan? Ik geloof dat de Heilige Geest elk hoofdstuk, of het nou Matthäus 28 is of Leviticus 12, elk hoofdstuk heeft geïnspireerd. Dus alles heeft ons wel wat te zeggen. In de uitleg van toen, maar ook voor ons nu. En daar zoeken we natuurlijk naar. Leviticus 12 is niet helemaal onbekend, want ik herinner u aan de geboorte van Johannes de Doper. En de geboorte van de Heer Jezus. Er staat bij mij ook onderaan Leviticus 12 een A en een B'tje. En er wordt verwezen naar Leviticus 1, sorry, er wordt verwezen naar Lucas 1 en naar Lucas 2. Weet u dat toen Johannes de Doper geboren werd, dat op de 8e dag hij besneden werd? En toen pas kreeg hij zijn naam. Johannes is zijn naam. Zijn vader schreef dat op een schrijftafeltje. Nou, en er staat hier in Leviticus 12. Op de 8e dag, vers 3, moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. En dat geldt ook voor de Heer Jezus. Op de 8e dag kreeg hij de naam van zijn moeder, Maria, de naam Jezus. En we weten ook, zit ik al in Leviticus 12, nou weten ook dat op de 40e dag de Heer Jezus als jongetje werd vertoond in de tempel. En toen kwam Simeon en Anna erbij. En Simeon nam het kind in zijn armen en loofde God. Nu laat gij hier uw knecht gaan in vrede. Dat was op de 40e dag. Nou, dat is nou precies waar het hier over gaat. In vers 3 wordt gesproken over de 8e dag besnijdenis. En als een jongen geboren wordt, de 7 dagen onrein, plus 33 dagen onrein, totaal 40 dagen is de moeder onrein. En op die 40e dag, dan gaat ze naar de tempel, zo deed Maria dat ook. En dan brengt ze een offer, het arme offer, 2 duifjes voor haar reiniging ook voor, een zondoffer eigenlijk, en een brandoffer. Dus die 40e dag en die 8e dag, dat komt bij Leviticus 12 vandaan. Als een vrouw een jongetje gebaard heeft, is ze 7 dagen onrein. Op de 8e dag wordt die besneden, wordt het jongetje besneden, dus dan is het jongetje in het verbond opgenomen. En dan nog eens een keer 33 dagen. Dus 7 plus 33 is 40 dagen. Bij een meisje is de moeder 14 dagen onrein. Dat is 2 keer zoveel. En dan ook nog eens een keer 66 dagen erbij. Dus totaal 80. Bij een jongetje 40 totaal, bij een meisje 80 totaal. Nou, daar hebben de rabbijnen hun hoofd over gebroken. Trouwens ook de christelijke commentaren. Van waarom is het nou bij een meisje, als die geboren wordt, 2 keer zo lang de moeder onrein dan bij een jongen? Als u het weet, mag u het zeggen. Dat noemen we in de Bijbel, dat is een goek. Een goek, dat is een wet die God geeft, waar we geen redelijke verklaring voor kunnen vinden. Maar dat geef ik niet. Als God het zegt, dan zal het wel ergens goed voor zijn. Wij hoeven ook niet altijd precies te weten waarom God dingen zegt of niet. Gehoorzamen is beter. Waarom nou van die ene boom niet eten en alle andere wel? Ja, dat is een goek, een instelling van God. Daar heeft God zijn redenen voor en wij gehoorzamen omdat God het zegt, niet omdat ik het begrijp. Het is ook mooi om te zien dat als een jongetje geboren wordt of als een meisje geboren wordt, dat het offer wat gebracht wordt hetzelfde is. Je hoeft niet 2 keer zoveel zondoffers te brengen als een meisje geboren wordt. Het offer is hetzelfde.
Ik denk dat dat te maken heeft, toepassing, met de erfzonde. Want de moeder is onrein en die moet voor haar zelf een zondoffer brengen. En een onreine moeder, daar komen ook onreine kinderen uit, normaal gesproken. He, dus dat heeft te maken, die eerste 40 dagen, dat heeft ook te maken, denk ik, met de erfzonde. U ziet links twee blauwe Hebreeuwse letters, lak, dat betekent 33. En rechts ziet u wat roze letters, dat is een S en een W, dat is het getal 66. Dus dan zie je eigenlijk het jongetje en het meisje verschijnen. U snapt, waar gaat het vanavond over? Over kraamvrouwen en over ongesteldheid en over reiniging en over melaatse, over vlekken op je huid. En dan gaat het ook nog een keer over vloeien. Mensen hebben wel eens gezegd, tussen haakjes, deze twee stukken uit de Torah zijn de meest vieze Torah-stukken. En dat vies niet in de negatieve zin van, maar gewoon, het gaat over lichamelijke dingen. Over lichamelijke afscheiding. En over plekken waar wij van zouden zeggen, joh, als je plekken op je huid hebt, moet je naar een dermatoloog, maar niet naar een priester. Het lichamelijke telt mee, dat vind ik ook een les. Wat aan je lijf zit, dat telt bij God evenzeer mee. Wij zijn dat niet zo gewend, want Augustinus die begon er eigenlijk mee van, ja, het lichaam, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat om de ziel, als je ziel maar gered is. Dat zijn natuurlijk bij ons heel veel, dat hoor je nog wel eens een keer. Als je ziel maar gered is, en voor de rest het aardse, tijdelijke, lichamelijke, natuurlijke, dat doet, maar in het Oude Testament is dat zo anders. Het lichaam telt ook mee. Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Het lichaam is net zo belangrijk als je ziel. De catechismus heeft dat goed begrepen. Die mij met zijn dierbaar bloed voor mijn zonde met lichaam en ziel zijn eigendom. Mijn buitenkant telt net zo goed mee als mijn binnenkant. Wist u het nog van vorige keer? Toen ging het over het eten. Kosher en niet kosher. Reine dieren en onreine dieren mocht je niet eten. Wat de mond binnenkomt. Nou, dat komt ook via je mond, via je lijf, komt dat in je maag terecht. En nu gaat het vanavond ook over wat de mond uitgaat. Ik ga er straks uitleggen wat dat melaatse betekent. Maar ook wat er aan je lijf allemaal kan gebeuren. Dus het fysieke speelt mee. Rein en onrein noemt Leviticus dat. Je kan op een reine manier met je lichaam omgaan, maar ook met een onreine manier. Nou, we gaan nog even, dat is de Berit Mila, dat is de besnijdenis op de achtste dag. Je kunt dat lezen in hoofdstuk 12 vers 3, we zitten nog in Leviticus 12, de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Nou, dan word je in het verbond opgenomen. Dan kan je zingen, het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Dat is een feestelijk gebeuren, niet voor het jongetje, dat doet wel een klein beetje pijn, maar het is ook weer op de achtste dag. En weet je dat op de achtste, dat is zo wijs. Die wetten van God zijn zo goed, al snap ik ze niet allemaal. Maar op de achtste dag is de bloedstolling bij een baby het snelst. Gaat het hardst. En dat God dan juist op die achtste dag heeft laten instellen, dan wordt het besneden. Dan komt er wel een klein beetje bloed vrij, maar het is dan ook weer heel snel beter. Dat vind ik zo goed en zo wijs en zo zachtmoedig van God. Nou, dan wordt er gezongen en dat is een jongetje van 8 dagen oud. 8, dat wil zeggen een octaaf. De eerste 7 dagen dan ben je nog in de voorhuid, het vlees. En de 8e dag, dat is als het ware de eerste dag van een nieuwe week. Dan zit je op een hoger level. 8 is een octaaf. Als je van de C naar een 8 noten verder, dan zit je ook bij een hoger C. Dat is op een hoger level. Op het moment dat je besneden wordt en in het verbond van God wordt opgenomen, dan wordt plaats Gods je binnen zijn volk. Zo mag elke Jood dat beleven. Nou, en dan die moeder, hè? Die moeder die moet een zondoffer brengen. En we weten van Maria, de moeder van de Heer Jezus, die bracht 2 duifjes. Of een lam en 2 tortelduiven. En als je een arme offer bracht, dan mocht je dat ook met een 2 duiven doen. Ziet u in het midden, Bene Jona. Jona betekent duif. Jona, 2 jonge pigeons, 2 jonge duiven.
Eén als zondoffer. Waarom moet een vrouw, snappen wij dat? Er is een kind geboren, een tweeling geboren, of er is een jongetje of een meisje geboren. En dan zeg je, ja, we hebben een kraamfeest. Beschuit met muisjes, feest. En bij de Joden is het zo, de eerste week, niks. Is de vrouw onrein. Moet ze zelfs een zondoffer brengen. Zo anders dan bij ons. En dan op de achtste dag wordt de pas en besneden en de naam gegeven. Waarom een zondoffer? Ja, een zondoffer. Er zijn, maar ja, u weet, die Joden hebben ook wel een klein beetje humor. Er zijn er die zeggen van, weet je hoe dat komt? Omdat een vrouw zich een beetje bezondigt op het moment dat ze aan het bevallen is. Hier moet er eigenlijk al een beetje censuur op staan op deze avond. Vind je niet 18 plus? Op het moment dat de vrouw aan het bevallen is. Want dan, ja, dan kan ze soms een beetje gaan schelden. Of ze gaat nooit geen kinderen. En ik nooit geen... Nou, en ja, dan kraam je er wel eens wat uit. Hè? Uitkramen. En daar heb je later toch wel een beetje spijt van. Nou, daarvoor moet je een zondoffer brengen. Ja. Zondoffer brengen, ik had al gezegd, dat is een serieuzere verklaring in verband met de erfzonde. Want met smart zult gij kinderen baren. En die smart, ja, dat zal elke vrouw ervaren. Smart die te gevolg heeft van de zonde. Er is ook nog een hele mooie verklaring, die vind ik ook prachtig. Jesaja, als de Heere verschijnt in zijn glorie, hè, heilig, heilig, heilig is de Heer. En Jesaja mag iets van de zoon van de kleed van de Heere zien. Jesaja 6. En is hij zo overweldigd vanwege de glorie en de grootheid van God. Dat hij zegt, wee mijner, want ik ben een man van onreine lippen. Als een vrouw voor het eerst een kind mag baren, voor de derde of de vierde keer. En je hebt een klein wonder in je hand. Dan wordt God zo groot dat dat nou gevormd is, dat nieuwe leven in de moederschoot. Jij mag het in je hand hebben en aan je hart drukken. Dat je iets van de grootheid van God ziet, maar ook van je eigen ontzettende kleinheid. Want het is een wonder in mijn ogen, maar Heer, ik heb het niet verdiend dat u dit aan mij toevertrouwt. Een zondoffer, maar ook een brandoffer, die de Heere de dank brengt voor dat grote wonder. Je ziet, het brandoffer staat zelfs voorop. Eerst moet het brandoffer gebracht worden, een tortelduifje, en het tweede tortelduifje dan als een zondoffer. U ziet, er valt veel te leren. Oh ja, ik nog even iets en dan gaan we naar de volgende. Tazria, zo heet deze Torah-afdeling. Hè? En dat is altijd het eerste woord in de eerste zin waar het mee begint. Er staat in Leviticus 12, vers 2, spreekt tot de Israëliet en zegt, een vrouw, wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt, Tazria. Als wij zo met de Bijbel bezig zijn zoals we dat vanavond doen, ik heb het vorige keer ook gezegd, dan is de Statenvertaling de allermoeilijkste, maar de allerbeste vertaling. Werkelijk waar. Want Tazria betekent eigenlijk zaad. Zaad. Hier staat in de HSV wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt. Maar de Statenvertaling staat wanneer een vrouw zaad voortbrengt. Dus dat is de letterlijke betekenis. Statenvertaling is een geweldige vertaling. Alleen het is een beetje te moeilijk in onze tijd. Zaad voortbrengt, namelijk door een mannetje, een jongetje voort te brengen. Dat jongetje dat zal dan weer zorgen voor nageslacht, zo gaat dat. Dus een pleidooi voor de, als je echt goede Bijbelstudie wil doen, dan is de Statenvertaling. Ja. Leviticus 13, nou dan gaan we naar de melaatse toe. De wetten in geval van melaatsheid. Wat is melaatsheid? In hoofdstuk 13, de Heilige Geest besteedt daar heel veel aandacht aan. Melaatsheid, dat wordt in het Hebreeuws genoemd metzora. Metzora betekent eigenlijk huidvraat, zo zegt de Nieuwe Bijbelvertaling het. Lepra, zo zegt een andere Griekse vertaling het. Maar lepra is anders dan melaatsheid in de Bijbel. Men heeft gezocht naar een verklaring. Wat is dat nou precies? En als je dan in de Bijbel kijkt, dan ja, is het nou een ziekte, een Egyptische ziekte, zo wordt het ook wel vertaald. In de Naardense Bijbel, een Egyptische ziekte. Men heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan en men heeft daar heel veel over nagedacht. Men is uiteindelijk begonnen met het kijken van wat zegt de Bijbel nou over die melaatsen en wie waren er melaats? Goeie vraag. Wie waren er nou eigenlijk allemaal melaats? Nou,
De enige die genoemd wordt in de Torah is Miriam, de zus van Mozes. Zij werd melaats. En waarom werd ze melaats? Zij werd melaats omdat ze slecht sprak van haar broer Mozes. Daarom. Mozes die werd eventjes, die kreeg even een melaatse hand. Even een melaatse hand. Doe je hand eens in je boezem, Mozes, zei de Heer. En nou, o melaats. Waarom? Omdat hij eventjes slecht sprak over het volk van God. Want hij zei tegen de Heer, Heer, uw volk zal mij toch niet geloven. Slecht spreken. Gossip. Lastertaal. Roddelen. Melaatsheid heeft te maken met roddel, met een slechte tong, een boze tong. Dat mutsora, dat is Hebreeuws, dat betekent eigenlijk motsira. Dat wil zeggen, en ra betekent kwaad, boos, slechtheid. Het slechte wat je doet, uit je mond doet uitgaan over een ander. Je praat niet goed over een ander, je praat kwaad over een ander. Of het nou waar is of niet, maar je zegt toch negatieve dingen over een ander. En omdat je dat doet, dan werden als straf van God, het wordt ook de plaag genoemd, de plaag. Dan gaf God je een straf, namelijk melaatsheid. Nou, dat moet je onthouden. Melaatsheid heeft te maken met uitbreken, vroeger zeiden ze uitbrekende zonde. En vooral de zonde van hoogmoed. Je voelt jezelf beter boven een ander. Hoogmoed, zelfverheffing. En negatief slecht spreken over een ander. Miriam werd melaats. Mozes even met zijn hand. Gehazi werd melaats. Want met zijn mond, hij loog. Die knecht van Elisa, hij loog. Uzzia, de koning, werd melaats. Koning Uzzia was een goede koning. Maar hij dacht arrogant, ja, ik ben koning. En ik mag heus wel die tempel in. Nee, dat mocht niet. Er mochten alleen maar de priesters komen. En hij ging toch arrogant als hij was, ging hij toch de tempel van God binnen en meteen kreeg hij melaatsheid op zijn voorhoofd. Dat zijn zo al een paar mensen die melaats werden, tijdelijk melaats werden. De plaag wordt het genoemd. Nou, dat is goed om in uw achterhoofd te houden. Hè? Dus wat zegt de Heer Jezus ook alweer? Niet wat de mond ingaat verontreinigt de mens, dat eten wat we vorige keer over hadden, maar wat de mond uitgaat. En onder andere is dat ook lastering. En dat komt uit je boze hart. We hebben gezongen op Psalm 51. Mijn ziel nu gans melaats. David voelde de arrogantie, de trots dat hij de grens van God overgegaan is. Waar hij eigenlijk moest stoppen. Mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Nou, hier ziet u het nog eens. Oude rabbijnen wisten het al. Melaats is een beeld van uitbrekende zonde. Hoogmoed, zelfzucht. Maar ook de zonde met de tong. Het leiderschap van Mozes werd door Miriam betwist. Gehazi, zelf verrijken, maar hij loog ook. Koning Uzzia, de arrogantie. Hij wilde priesterambt uitoefenen als koning, dat mocht niet. En Mozes, omdat hij het volk wantrouwde. Rashi en Rambam, dat zijn een soort Matthew Henry en Deksel. Matthew Henry en Deksel bij ons. En Rashi, dat is een hele bekende Joodse bijbelverklader. En de Rambam, precies eender. Zeer groot, waar we veel van kunnen leren ook, omdat ze de grondtaal zo enorm goed kennen. Wat uit de mond komt, maakt de mens onrein. Woorden kunnen kwetsen, woorden kunnen ook opbeuren. Woorden kunnen leven schenken, dat is een les voor vanavond, hè? Woorden kunnen leven schenken. God schiep de wereld door te spreken, er zij... Maar woorden kunnen ook iemand vernederen, kunnen iemand doden. Leven en dood zit in je tong, als het ware. Je kan iemand enorm vernederen, kwetsen, lasteren, naar beneden drukken. Maar je kan iemand ook bemoedigen in deze coronatijd. Wat doen onze woorden vandaag? Zet een wacht, Heer, voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Wat hoor ik? Wat hoor ik? En als iemand lastert, dan degene die lastert is nadelig, die wordt benadeeld. Hij zelf die lasteringen uitkraamt, ja, die zal ook zijn zonde moeten dragen. En degene die het aanhoort, die is ook schuldig. En de drie, als het ware, partijen.
de lasteraar, degene die gelast wordt en degene die het aanhoort. Die is net zo schuldig. Nee, ik wil het allemaal niet horen, die negatieve dingen over een ander. Melaatschheid. Nou, zo wordt dat toegepast op onze tijd. Nou, en dan gaan we naar Leviticus 13 eens kijken. Ik heb al gezegd, als er een zweetje kwam op je huid, dat is dan de letterlijke betekenis, hè? Als er op het huid van het lichaam van de mens een zwelling kwam, of een zweer, of een witte vlek, ja, wat is dat? Is dat een, gewoon een ontstekingje? Of is dat gewoon huiduitslag? Of zit dat dieper? Nou, dan ga je naar een dermatoloog of ga je naar de dokter. Als ik een raar plekje op mijn huid heb, dan denk ik, ik ga even naar de dokter. In die tijd van het Oude Testament gingen we naar de priester. En die priester die beoordeelde of dit nou melaatschheid was. Of dat het gewoon een verkleuring was van de huid. Hij bepaalde rein of onrein. En als je eenmaal melaatschheid had, kon niemand je genezen. Een priester kon je ook niet genezen. Die kon alleen constateren of je het had of niet had. Alleen God kon genezen. God kon reinigen. En vandaar dat het zo'n groot wonder is. En dan ga ik de lijn weer naar het Nieuwe Testament trekken. Want dit lijkt allemaal natuurlijk van verre, verre verleden. De Heer Jezus heeft vele melaatsen gereinigd. En juist denk aan die 10 melaatsen. Die 10 melaatse mannen kwamen door de Heer Jezus. Ga heen en vertoon u aan de priester. En onderweg werden ze alle 10 gereinigd. Kwam er maar eentje terug om de Heer te danken. En die mensen die hebben natuurlijk ervaren, dit is een compleet godswonder. Toen de Aman melaats was, toen ging hij naar Israël, naar de koning. En de koning die scheurde zijn kleren. Zegt, ja, naar Aman, jij bent een Syrische generaal, maar ik kan jou niet beter. Ik ben God niet, ik kan je niet beter maken. Maar er is nog wel een profeet, Elisa. Ga daar maar naartoe dan. Kon alleen God. Zie je dat de Messias, ja, dat hij God is. Jezus Christus, hij alleen. En daar staan de evangelieën vol van. Melaatsen werden gereinigd. Ja. En later lezen wij, ook zo mooi, dat er veel priesters in de Pinksterdagen, veel priesters die kwamen tot geloof. Waarom? Nou, in die eerste Pinkstergemeente werden er ook wonderen gedaan door de apostelen. En ook melaatsen werden gereinigd. En als je dan gereinigd werd als melaatse, dan moest je jezelf aan de priester vertonen. Nou, laat die priester nou maar oordelen of het echt zo is, of dat het een nepgenezing is. En die priester die kwam, ja, jij bent inderdaad, jij bent rein, en jij bent ook rein, en jij bent ook rein. Waar komt dat vandaan? Is de Messias misschien gekomen? Die zijn allemaal goddelijke gewonderen. Ja, en dan werd er verteld over Jezus van Nazareth. Veel priesters kwamen na de Pinksterdag tot geloof in Jezus als de Messias. Nou, de priester moest het zien. Die moest er naar kijken, naar de persoon en naar de plek op die huid. Een priester, dat is ook wel heel erg mooi. Een priester wordt genoemd een ish geset, een barmhartige man. Een barmhartige man. En dat vind ik mooi. Aaron en zijn zonen, die stonden bekend als barmhartige broeders. He, als je een ander moet beoordelen, ambtelijk, dan doe je dat naar de regel van de liefde. Wel in alle eerlijkheid, want je moet soms ook zeggen onrein, dit kan niet. Je moet buiten de lege plaats, dit kan echt niet bij Gods heiligheid, dat past niet bij Gods heiligdom. Maar het was wel een barmhartige man. In zachtmoedigheid probeerde hij toch een oordeel te vellen, maar niet keihard van, oh, wegwezen, want nee, een zachtmoedige man. En u voelt wel aan dat die melaatsheid, nou ga ik het toepassen, dat heeft te maken met uitbrekende zonde ook in de gemeente, bij gelovigen. Dit heeft te maken met tucht, zo zou ik het willen toepassen. Wanneer passen wij tucht toe in de gemeente? Als een kind van God melaatsheid roddelt, hoogmoedig is, ja, dan heb je als ambtdrager heb je daar ook een bepaalde opzichtfunctie bij. Opzicht, een priester moet zien, toezien. Dit past niet bij het heilige van God. En dan moet je daar in barmhartigheid, in zachtmoedigheid, moet je daarmee omgaan. Maar wel in alle eerlijkheid. En als iemand dan inderdaad zo'n plek had aan zijn been, of aan zijn arm, of aan zijn hoofd, of waar dan ook. Ja, soms was het duidelijk, oh, dat is maar een onschuldige verkleuring. Oké, jij bent gewoon rein, je kan gewoon naar de tabernakel komen, je kan gewoon binnen de lege plaats van Israël blijven.
Soms was het zo duidelijk, nee, dit is echt een geval, dit is mijn laatstheid. En dan was je onrein. En dan moet je buiten de legerplaats, dan ben je verwijderd, geëxcommuniceerd, dan moest je weg. En er was ook een derde optie. Van ja, nou weet ik eigenlijk niet of dit nou gewoon een onschuldige ziekte is aan je huid of dat het melaatsheid is. En wat deed dan de priester? Zo wijs, een weekje wachten. Een weekje in quarantaine. Nou, dat is actueel, hè? Een week in quarantaine. Met andere woorden, even in isolement. Als je echt corona hebt, dan moet je 2 weken weg. Even heel, weg uit de gewone wereld. Opsluiten in je gezin, in je huis. En niet eruit komen. En als er twijfelgeval is, nou, maar even een weekje kijken. Wat is dit actueel? Quarantaine, isolement, eventjes je afzonderen. En na 7 dagen kwam hij weer terug bij de priester. En kijk eens, is verder gegaan. Dan keek hij goed, die priester. Als het nou zich uitbreidde op je lichaam, dan was melaatsheid. En als het nou kromp, dan niet. Als het dieper zat dan alleen de opperhuid, als het infrat, dan was het melaatsheid. En als het op een gegeven moment weer wegtrok, dan niet. Er moest goed worden gekeken. En dat deed de priester. Duidelijk, niet duidelijk of wel duidelijk. Rein, onrein of bij twijfel niet door laten gaan, maar bij twijfel eerst 7 dagen afzondering. Als het dan nog niet duidelijk is, nou dan nog een keer een weekje in afzondering. En dan werd het, dan werd er uiteindelijk een oordeel geveld. Ja, ik ga nog eens even iets zeggen. Hebben jullie bijbeltje nog voor u? De Bereërs onder ons hebben een bijbeltje voor zich. En ik ga weer een klein pleidooitje houden voor de Statenvertaling. Ik lees zelf HSV, maar met dit soort avonden dan kijk ik altijd in mijn Statenvertaling. Met kanttekeningen. De BMU. Ja hoor, de BMU. Er staat in vers 11. Heeft de priester gezien van Leviticus 13 dat er een witte zwelling op de huid is, die het haar wit heeft doen worden en er wild vlees op die zwelling is. Wild vlees. In de Statenvertaling staat levend vlees. Gai, leven. Levend vlees. Dat woordje vlees, zegt u dat wat? Het woordje vlees wordt door Paulus heel vaak gebruikt in zijn brieven, Romeinenbrief. Het zondige vlees. Of het godsdienstige vlees. Daar komt nog vlees en wereld bij. Vlees is zondig. Dus melaatsheid heeft te maken met zonde, met het zondige vlees. En als dat vlees dus levend vlees is, als het werkt in een kind van God, ja, dan ben je onrein. Dan ben je voor God onrein. Ik ga nog eens op iets letten. U ergens op wijzen. In vers 11 staat, wanneer de melaatsheid in een vergevorderd stadium is. In de Statenvertaling staat, in een verouderd stadium. Dat vind ik ook zo treffend. Dus er kan in jouw hart, in jouw leven, er kan iets zijn van een zondige vlees, dat gewerkt heeft, een zonde. En op een gegeven moment, ja, je bent nou 10, 15 jaar ouder en gelukkig heb je van die zonde geen last meer. En je dacht, die zonde die ik overwonnen, die komt niet meer voor. En dan ben je 15 jaar ouder en dan opeens, dan heb je weer een uitbraak van die zonde waar je in je puberteit in gevallen bent. Opeens komt het weer in alle levendigheid terug. Dat kan dus. Wanneer die verouderde melaatsheid opnieuw als het ware tot leven komt. Ik dacht dat ik die zonde had overwonnen in Gods kracht in mijn leven. En toch, en zie daar, ik val er weer voor. Nou, als je zo dit hoofdstuk gaat lezen, dan lees je jezelf er zo in. Nou, en dan als dat allemaal geconstateerd is, er waren verschillende plekken van melaatsheid. Hier worden ze opgesomd. Hier wordt opgesomd als het nou zover is en je hebt dat inderdaad. Vaak met witte plekken. Wit is ook een beeld van de dood. Hè? Het rode trekt weg uit je gezicht. De dood. Melaatsheid heeft te maken ook met onreinheid, met doodzigheid. En als het dan zover is, dan moest er een aantal dingen gebeuren. 5 dingen. U leest dat vanaf Leviticus 13, vers 45. Als het is vastgesteld, die ziekte, dan moeten er ten eerste
Je kleding moet je inscheuren. Rouwkleding. Je bent als het ware een levende dode. Rouwkleding. Je hoofdhaar moet je los laten hangen. Je baard en je snor moet worden bedekt. De lip omwimpelen. Baard en snor bedekt. Want ja, uit die omgeving kwam die lastertaal. Dat roddelen. En je moest roepen, onrein, onrein. Tamee, tamee, onrein, onrein. En je moest buiten de lege plaats wonen. Want als je in de gemeente blijft, ja, dan wordt iedereen aangestoken door die roddel. Nee, weg. Afzonderen, isolement. Tucht noemen we dat in de schrift, in het Nieuw Testament. Tucht. Quarantaine. Iemand moet van de rest tijdelijk, hopelijk, tijdelijk. Maar hij moet wel worden afgezonderd. Want als sticht hij heel veel kwaad. En nou ga ik het Nieuw Testament lezen. De 10 melaatse. Of de Heer Jezus die een melaatse man reinigt. Ja, die heeft ook zo geroepen. En zo gelopen. Dan voelde hij natuurlijk ontzettend eenzaam en ontzettend alleen. En er was geen kruid voor gewassen. Alleen God kon jou reinigen. Dat zijn de wetten. Ziet u nou het wonder in het Nieuwe Testament? Nou, opeens krijgt, als je nou dat leest in Marcus, dat Jezus de melaatse reinigt. En je hebt dit in je achterhoofd, dan zie je wat de achtergrond is. Dan gaat het opeens steeds meer en meer voor je leven. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt. Nou, een melaatse die moest roepen, onrein, onrein, en die mogen niet aanraken. Maar de Heere Jezus, die gaat naar die melaatse toe. Die melaatse, die heeft nooit een aanraking gehad. Nooit een knuffel, nooit een hand, nooit een op zijn schouder, nooit. Hij leefde in de isolement. En dan gaat de Heere Jezus naar hem toe. Het eerste, hij raakt hem aan. Wat een geweldige touch. De Heer Jezus laat zich verontreinigen. Hij neemt de onreinheid van die onreine man op zich. Hij neemt als het ware over. Als iemand in de laatste aanraakt, dan wordt hij ook onrein. En de Heer Jezus laat zich onrein maken. Hij raakt hem wel aan. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gecleaned, gereinigd. Nou, en dan stuurt de Heer hem terug naar de priester. Laat de priester maar kijken of het inderdaad goed gegaan is. Ja hoor, ja hoor, goed gegaan. En als het dan goed gegaan is, ja, dan moet er een reinigingsoffer worden gebracht. Ik wil nog één ding zeggen over Leviticus 13. En dat is dat in Leviticus 13, je kan melaatsheid hebben in je huis. In je huis. Dan schimmelplekken. Is dat nou schimmel of is dat melaatsheid? Ja, als het gewoon een schimmel is dan, of een beetje mos. Nou, dan moet de priester ook keuren. En als het nou verder gaat en het vreet in de stenen, ja, dan moeten die stenen verwijderd worden. En als het heel ver, als het huis helemaal aangetast is, ja, dan moet het huis afgebroken worden. Weet je wat voor les ik daarvan kan leren? Het huis in het Nieuw Testament is het huis van God, dat is de gemeente, dat is de kerk. En dan kunnen er van die levende stenen zijn, gelovigen, die aangetast zijn door negatief praten, melaatsheid. En dan moet het gekeurd worden door de ambtsdragers. Ja, door die zachtmoedige ambtsdragers. Maar ze moeten het wel met eerlijk oordeel keuren. En als inderdaad is van, hé, maar dat zijn... En dan moeten die geloven, ja, die moeten toch onder tucht gezet worden. Ja, joh, dat kan echt niet. Die moeten dan eruit genomen worden. En soms kan een hele gemeente kapot gemaakt worden. Ja, dat is ook gebeurd in Openbaring 2 en 3. Die 7 gemeenten van Klein-Azië, dat zijn geen gemeenten van de Heere meer. Die zijn allemaal weg of moslims geworden. Gemeenten kunnen echt, zelfs niet enkele, maar een hele gemeente kan kapot gaan. Het huis kan door melaatsheid worden aangetast. Je kleding kan door melaatsheid worden aangetast. Nou, is het nou gewoon een vlekje of van de appeltaart? Of wat is dat? Nee, dat is melaatsheid, want het gaat verder. Het vreet in de textiel, in de structuur. Nou, dan moet je het verbranden. Weg, weg. Daar heb je niks mee te maken. Weg. En als het alleen maar vlekjes, dan even wassen, extra wassen. Dus het kan zitten in je huis, het kan zitten aan je kleren en het kan zitten op je huid. Het komt steeds dichterbij, zelfs op je huid. Is het ontsteking? Is het gewone kaligheid of wat is het? Nou, als het
gereinigd wordt, dan is er een bepaald offer wat gebracht wordt. En dat is ook geweldig mooi om te lezen, Leviticus 14. Als iemand genezen verklaard wordt, nou, dan is die genezen, ja, maar dan is die nog buiten de legerplaats. En hoe komt die dan weer in de gemeenschap van Gods volk binnen? Nou, dan moest hij een aantal dingen doen. Dat is Leviticus 14. Op de dag van zijn reiniging, dan moet de priester naar hem gaan buiten de legerplaats. En je bent nog buiten, maar we gaan jou in de gemeenschap van de gelovigen weer opnemen. En daar is een bepaald ritueel voor. En dat heeft te maken met twee vogeltjes. Dat heeft te maken met een aarden pot met levend water. En dat heeft te maken met hyssop. Dat is dat rechtsonder, dat is hyssop. En met een karmozijnen rode draad. Je ziet dat draadje. En met cederhout. En met al die dingen, en ook nog wat offerschouwen. En al die dingen werd hij gereinigd. Nou, het begon met dat wonderlijke ritueel van die vogels. Het ene vogeltje werd geslacht. Twee reine vogels, cederhout, karmozijn, hyssop. Het ene vogeltje werd geslacht en het bloed werd opgevangen in een schaal met levend water. Dus dat water in die schaal en dat bloed van dat vogeltje, dat water werd dus ook bloed. En dan werd het levende vogeltje gepakt. Dat nog andere dat over is. En dat werd gedoopt in die schaal met bloed. En dan met een draadje erbij en een stukje cederhout. En die levende vogel die werd dan losgelaten. En die mocht dan in vrijheid. En dan vloog die levende vogel weg met het bloed van die andere vogel aan zijn veren. Gelijk een duif door het zilverwit met het bloed wat op zijn vederen zit. Daar had hij. Wat een prachtig beeld. Als ik nog een inspiratie krijg, ga ik daar een keer met de hemelvaart over preken. Wat een prachtig beeld van de dood van Christus. Die ene vogel die sterft. En van de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus. Want die levende vogel, gedoopt, de Heer Jezus naar de hemel gevaart met de bloedwonden die hij gaat vertonen aan zijn Vader in de hemel. Zoals het bloed op de veren van de vogel. Door de dood en door de opstanding van Christus, dat zit er natuurlijk onder deze symboliek, kan de melaatse worden genezen. En als dat gebeurd was, met dat vogelritueel, dan werd vervolgens, moest hij zich wassen, helemaal wassen. Ik zit nu bij Leviticus 14, vers 8. Dan moest hij zijn kleren wassen. Wat is dat belangrijk? Ook nu in onze tijd. Als je in aanraking gekomen bent met iemand van corona, quarantaine, isolatie, maar ook je kleren wassen. Als je bij iemand geweest bent, je kleren wassen. Nou, dat staat hier ook. Hij moest zijn kleren wassen. En hij werd geschoren. Hij werd geschoren. Zijn hele hoofd helemaal kaal, hè? Zo kaal als een biljartbal. Helemaal, helemaal kaal. Zijn wenkbrauwen werden weggeschoren, zijn baard, zijn snor, alles. Ja, die man die zag je natuurlijk. Die zag je van verre van, hey, dat is een gereinigde melaatse. Of het was iemand die een Nazireeën belofte had gedaan. En die net zijn belofte had ingelost. Die werd ook kaal geschoren. Maar dat is even een andere ding, iets. Maar heel kaal hoofd. Nou, goed wassen, scheren, baden. En zo werd hij gereinigd. Baden in het mikwe, in het reinigingsbad. En vervolgens, als het derde, vogelritueel, wassen, scheren, baden. En het derde is, dan werd er een rammetje en een lam werd er geslacht. En dat, die ram werd geslacht, het lam werd geslacht. Als een schuldoffer, als een zondoffer. En het bloed werd opgevangen en daar heb je het weer. En het bloed van dat geslachte ram, je ziet daar in die twee rammen en dat ene ooilammetje en dan nog een beetje meel, dat was nodig. En daar zat olie bij. En als dan die ram geslacht werd, dan werd dat bloed dat werd gedaan op een rechter oorlelletje, rechter grote duim en de rechter grote teen. Net als bij de inwijding van de priesters, maar nu ook bij de reiniging van de melaatse. Rechter, dus zie je dat voor je? Een man die helemaal kaal is. Zelfs geen wenkbrauwen, niks. En een rode stip hier op zijn oor. Ja, dat valt op.
Het is geen oorbel, het is een bloedstip. Hij is gebracht onder het beslag van het bloed. Als de Heer Jezus mij van mijn zondige melaatsheid gaat gereinigen. Met een beetje hyssop. Want het bloed werd gesprenkeld op die man. Het werd gesprenkeld op die man. En het werd ook op zijn oor gesmeerd. En op zijn duim. En op zijn teen. Ja. Nou, dan ben je gebracht onder het beslag van het bloed. Mijn gehoor, mijn handel, mijn wandel. Voortaan tot eer van God. Je ziet het. Je ziet het op het plaatje. En dan niet alleen dat, maar er gebeurt er nog wat. Die man die werd zo grondig gereinigd. Al de wildgroei ging eraf. Die plekken, die bloedplekken, maar er gebeurde ook nog met olie. Vervolgens ging de priester en zei, nou mag u binnenkomen. En dan mag je naar je tent, dan mag je naar de tent van de samenkomst van God. Olie op dat bloedspatje. Olie op dat rode bloedspatje op mijn duim. En ook nog een beetje olie op mijn rechter grote teen. Bloed en olie, een beeld van Christus. En olie is altijd een beeld van de Heilige Geest. Wie gereinigd wordt van al zijn vuile zonden. En gebracht wordt onder het bloed van het lam. En de geest van Christus deelachtig wordt. Dat zijn de kinderen van God. En wat ben je dan rijk? Als je ooit in zonde bent gevallen. En je wordt door de Heer weer hersteld. Dan word je als het ware op een hoger plan gebracht. Dan je was voordat je in zonde viel. Dat is een hele diepe gedachte. Nou, tenslotte Leviticus 15. Dat is ook een hoofdstuk, daar ga ik maar niet al te veel over zeggen, want dat moet u voor uzelf maar eens even lezen als je volwassen bent geworden. Dat gaat over lichaamsvocht. In de eerste verse gaat het over een man, over een man die een zaadstorting heeft. En als het op een gewone manier gaat, dan is het allemaal helemaal prima. Dan ben je wel onrein, maar dan hoef je geen zondoffer te brengen. Want dat hoort bij het natuurlijke leven. Maar als je dus ziekte hebt aan je geslachtsdeel. En er komen allerlei vloeien uit en allerlei ziektes. Wat actueel is dat? Wat actueel is dat? En mensen die misselende seksuele contacten hebben, die krijgen allerlei kwalen aan hun geslachtsorgaan. Daar gaat het over in Leviticus 15. En dan ben je onrein, dan moet je een zondoffer brengen. Seksuele zonde, waar Paulus later ook zo voor waarschuwt. Denk erom mensen, dit is zo onterend, dit is zo verontreinigend. Hiermee haal je de eer en de heiligheid van God naar beneden. Je kan niet in Gods heiligdom vertoeven. Je kan geen jeugdleider zijn als je zelf daarin niet rein en een goede voorbeeld geeft. Je kan geen ambtsdrager zijn als je hierin stiekem er zonde op nahoudt. Je kan geen belijdenis doen als je deze zonde aan de hand houdt. Er wordt gesproken over gezonde zaadstorting en ongezonde, ziekelijke. En dan gaat het ook over de vrouw, over haar gezonde maandelijkse kwaal, zeg maar, zoals het gezond is. Maar ook over allerlei vloeien die abnormaal zijn, die wijzen op ziekte, maar die ook wijzen op zondige levenswandel. En dan moest er een offer worden gebracht. Dat is Leviticus 15. Het eindigt, en daar ga ik ook al mee eindigen, want het is tijd. In vers 31, dat is een samenvatting, denk ik. Zo moet u de Israëlieten ver van hun onreinheid houden. Zodat zij niet sterven in hun onreinheid. Als zij mijn tabernakel die in hun midden is verontreinigen. 3 keer het woord onrein. Mijn heilige tempel, mijn heilig huis is in jullie midden. God woont in de gemeentes, Nieuw Testament, hier, Goes. Maar als je dat beleidt en als het zo is, als die heilige God in de levensbron woont en werkt, dan is het bij ons de plicht en de hoge roeping om ons verre te houden van allerlei lijfelijke, lichamelijke, in dit geval seksuele onreinheid. Want daarmee verontreinigen wij de dienst van de Heere. Ieder, dat is dan nog even iets. En dit is eigenlijk de samenvatting. Hè, wees rein. Een verlost volk is ook een geheiligd volk. Gereinigd door het bloed van het lam, maar ook geheiligd door de olie. Door de olie. Waardoor ik een volk mag worden, waardoor we een volk mogen worden dat hem toegewijd is. Dat voor hem mag leven en dat in de toewijding aan zijn wil.
Laatste plaatje is dit prachtige woord. Jezus zegt, als iemand nou topt met onreinheid, melaatsheid, de tong of zonde die te maken hebben met seksualiteit, maar ook met de tong hebben we ook hier of hoogmoed, wie naar de Heer Jezus gaat in zijn zonde en ellende met zijn melaatsheid. Heer, zou u mij, vuile zondaar, nog kunnen reinigen? Zou u dat willen? Dan zegt de Heer Jezus tegen die melaatse, ik wil het. Word gereinigd door dat kostbare bloed wat hij zelf gestort heeft. En in de kracht van de olie van de geest mogen we de vreugde vinden om rein voor hem te leven. Dit was het voor vanavond. We hebben nog één lied en dan zullen we afsluiten met het gebed. Op het Godslam rust mijn zielen. Dankgebed. Getrouwe Heer in de hemel, Heer Jezus, wij danken u dat u melaatse reinigt, maar ook die bloedvloeiende vrouw. We hebben er zojuist iets van gelezen in Leviticus 15, een hoofdstuk wat voor ons zo onmogelijk lijkt. Daar praat je niet over in de kerk, en toch, die bloedvloeiende vrouw die maar niet ophield met vloeien en haar krachten voelde wijken en bezwijken. En haar vermogen had uitgegeven om dan van die kwaal beter te worden. En het werd steeds erger.
En ze hoorden van u, Heer Jezus. En ze raakten de zoom van uw mantel, de kwast van uw kleed aan achteraan. En ze werd genezen. Heren, wij danken u dat u zo bent. Dat we met al onze onreinheid, aangeboren en dadelijke zonde, met de tong of met het lichaam begaan. Als u ons daarvoor in de schuld brengt, dan is er gelukkig ook nog doen aan. Dan is er reinigend bloed van het vogeltje dat stierf en dat vloog naar de hemel met bloed aan zijn veren. Uw sterven, uw opstanding, uw hemelvaart. Heren, daar mogen wij het van verwachten. Dank u wel voor uw bloed dat reinigt en voor uw geest die ons een heilig leven geeft. Dat hoeven we zelf niet op te hoesten, want dan lukt het toch niet. Maar door de olie van de geest mag het, kan het, in de kracht van de Heilige Geest. Heren, dank u wel wat u gaf. Wat een wijze regelgeving hebt u in uw woord al laten optekenen, waar we nu in 2020 nog steeds in praktische zin gebruik van maken. We zitten er middenin. Heren, mogen we dicht bij uw woord leven. Dan gaat het goed. Dan hebben we een goed leven. Want uw wetten zijn heilzaam. Bewaar ons en sterk ons. Geef ons nog een beetje een rustige vakantie. De kinderen ook. En geef wijsheid in alle dingen. In Jezus' naam. Amen. Dank voor uw luisteren, lezen en meekijken. Ik wens u van harte God zegen. En hopelijk tot volgende week over Yom Kippur. Tot dan.